Helemaal, Slapside hier. En vandaag zijn we bij de Wim Motor Academy in Portugal. Lekker een dagje enduro rijden. We hebben net al wat trainingjes gedaan, maar ik denk ik neem nu nog even de intro op. We rijden op Husqvarna FE250's, viertakt. We hebben nu een tijdje mogen trainen, een beetje gevoel erbij krijgen. Was me goed ook, aangezien ik een keertje neergelegd heb. Maar dat zien jullie straks wel. En ja, als het goed is gaan we nu even wat eten en dan worden we vrijgelaten. Dan mogen we zelf gewoon lekker naar Portugal gaan rijden. En lekker genieten. Het is in ieder geval heel erg leuk en heel erg interessant. Ik krijg een goede uitleg om te beginnen. Even lekker te trainen hier op eigen terrein. En ik heb er zin in. Lekker. Dit is de motor. Het is een Husqvarna FE250, zoals ik al zei. Vooraf moet je gewicht en lengte instellen. Dan stellen ze je veringen en alles af. En dan mag je lekker gaan spelen. Express een tweetakt gevraagd, omdat ik ook, of tweetakt, 250 gevraagd. Omdat ik zelf ook zit te denken om te gaan crossen. En heb ik eigenlijk ook wel een 250cc. Dus hiermee kan ik ook een beetje voelen hoeveel kracht dat heeft en hoe leuk dat gaat zijn. Wat drinken, wat eten en dan gaan we de wildernis in. Schietmomentje. Ja, ik nam niet genoeg vaart mee naar boven toe. Ik was op zich. Ik had een bocht hier en ik, oh wacht, we gaan recht naar boven toe. Omdat als je onderaan de vaart dan brengt, het probleem is dat je dan kan wegschrijven voor je nog de bocht pakt of voor je de klim pakt. En dan is zoals jij had, dan gaat hij helemaal gaan zoeken. Ja. Onderin al. Dan trek je hem maar zo. Dus daarmee, als je hem op de plank past, dus gewoon rustig vaart, je komt op. Zeker niet te gek. Je moet natuurlijk snelheid hebben, nooit niet stilstaan. Oké, goed. Je komt op de flank en dan pas ga je rustig gaan openen. Dan ga je veel mooier in één lijn. En gebruik je wel achterrem dan? Achterrem gebruiken we niet. Helemaal niet. In z'n één, geen koppeling, een klein beetje voor hem. Gewoon in z'n één, je begint hem rustig. Je laat hem rustig gewoon naar daar gaan. Je kan de voorrem eigenlijk, wat ik vaak doe, is de voorrem al squeezen. Weet je? Alles toe doen of je gaat plat liggen. Ja. Dus gewoon rustig squeezen. Ik ga tonen hoe je moet rijden daar, dan maak je rustig de bocht. Dan kom je weer naar boven. En dit gaan we een paar keer doen, zodat er deze situatie erin zit. Maar het is niet moeilijk, maar je moet het gewoon weten. Ja, je moet het gewoon even gedaan hebben. Thank you.
Je rijdt zeker goed. Maar voor mijn eigen safety en voor jullie safety, denk ik dat we deze voormiddag ons toeleggen op het circuit. Ja. Hier is het veel lastiger, veel technischer dan buiten rijden. Maar dan weet je wel wanneer je wat moet doen in welke situatie. En dan in de namiddag heb ik een mooie route die naar buiten gaat, dan kan je mooi naar buiten rijden. Als dat oké is voor jullie. Ja, zeker. Nee, zeker, ja. En nu mogen we voor de tweede keer gaan trainen. En als deze training geslaagd is, dan mogen we ook lekker naar buiten. Vooral heb je de training bij zit. Er zit best wel wat geavanceerde stukken bij. Dat gaat zo goed. Het is toch wennen. Het is heel erg gek dat ik mijn voorrem moet gebruiken om naar beneden te gaan. Hier leer je veel meer dan als je buiten gaat rijden. Buiten, het feit is, als je buiten gaat rijden, gaat de snelheid veel hoger zitten. En het probleem is dan, als er iets gebeurt, dan kan je niet direct, ja, dan heb je die reactie niet van wat moet ik exact doen. Ja. Nu krijg je al die kleine wow momentjes, krijg je nu, dan weet je even van oké, moet ik even opletten. Want bij hogere snelheid is er altijd zoveel meer gevaar, dus let daar altijd mee op. Goed, oké, have fun. Ik sprong eraf. Ja.
Ik stond zo net te denken van ja, jij gaat nu voor, want jij kan harder. Dus dan denk ik van nou, dan ga je nog een keer een stapje harder. Ik ken jou een beetje. Ja, oké. Okay. We houden inderdaad wel rekening mee van blijf wel in een veilige marge. Want als je hier valt, is het ook meteen klaar voor de dag. Ja, dat is waar. Nee, het gaat oké. Okay. Nee, oké. Okay. Dat is het enige wat ik even wilde zeggen. Okay. Net als wat ik net had, weet je, als je dan net even je knie verkeerd draait, kan het zo in één klap klaar zijn. Zo, dus dat was de training. Ik heb ervoor gekozen om te zeggen van nou, laten we dan maar trainingsdag en dan rijden tot de lunch en dan rijden na de lunch. Het is zoveel materiaal. Dus ondertussen zijn we al wel enduro aan het rijden rondom Santa Clara. Maar ik denk van ja, er is zoveel moois hier te zien zonder dat allemaal in één video te gaan proppen. Dus we gaan er lekker drie video's van maken. Ik hoop dat jullie de training leuk vonden. En ja, we zien elkaar gewoon in de volgende video weer. En dan gaan we ja, richting dit gebied. Wat natuurlijk gewoon echt ja, machtig mooi is. Een hele leuke ervaring. Het is heel leuk om met zo'n motor te leren werken. En eigenlijk daardoor ja, steeds meer één te worden met die motor. Maar, dat in de volgende aflevering meer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.